Hallo! Ik ben eens op mijn knieën gevallen en het doet best wel veel pijn. En dit is hoe hij eruit ziet. Dit rood is een beetje aan de kou, maar hier heb ik dus een dikke blauwe plek. Hier ook een blauwe plek. Het doet redelijk veel pijn. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het morgen beter is, dat ik morgen nog wat kan skiën voor de laatste dag. En er is hier een mirakel aan het voltrekken. Er wordt gekookt door de jongens. Ijverig aan het werk. Jongens, hoe gaat het ermee? Goed hoor, het is bijna klaar. Ja? Nee. Nee. Oké. Okay. Wauw. Dat zijn fish sticks, hè? Die vallen altijd uit elkaar. Dat is het toch? Ja, dat is leuk. En Elias, hoe gaat het hier? Goed, goed. Dit is echt een kutpan. Dit, maar dat is een braadpan. Nee, ik was hier. Maar wel. Goedemorgen, middag, morgen. Het is ongeveer bijna 10 uur, denk ik. En zoals je kan zien ben ik alleen. Omdat ik dus gisteren op mijn knie gevallen ben. En ik dus besloten heb om vanmorgen niet te skiën. En ik weet eigenlijk niet of het gaat lukken deze namiddag. Ik ga dus nu die botten aandoen. Die skis aandoen. En hier buiten op de oprit ligt een beetje sneeuw. Dan ga ik eens testen of dat gaat. Zonder al te veel pijn. De anderen zijn nu al aan het skiën. Hè. En het snowboarden, als Helena heet. Ik hoop echt dat het lukt. Het is jammer, maar we hebben wel al een superleuke week gehad. En ik heb me gisteren ook echt kapot geamuseerd. We hebben echt al leuke pistes gedaan en zo. Als Jean zal het pas gisteren gebeurd is, die een van de eerste dagen, want dat zal stommer geweest zijn. Zeg, dit gaat. Dit gaat. Als ik zo'n bord moet maken, dan voel ik het wel. Maar op zich doet het wel minder pijn dan gisteren. The sun is shining. The weather is beautiful. En ik ben dus ook boven aangekomen. De anderen zijn ergens op een piste, nol of zo waar. Nu moet ik me even in stilte bezighouden. Tot we samen kunnen middag eten. Hallo! En wie is er gewonnen? Elia. Oh, wat onverwacht! Ja, we hebben tijd, hè? Dus, ja, we hebben de tijd gebeten. Lander is geëindigd met 2 minuten en 9 seconden. Ja? En ik ben geëindigd met 1 minuut en 10 seconden. Wauw! Allee, proficiat, goed gedaan! Het lijkt wel dat we 10 meter gaan zijn. Volgens de dag. Ik denk dat we 100 meter. Hey!
Geen probleem. Het zit erop. De laatste skis zijn geskied. Nee, dat is geen zin. De laatste piste is overwonnen. Het ging goed. Mijn knie leeft weer. Yes! Yay. Mijn knie heeft mij toestemming gegeven om te skiën deze namiddag. Dag vlog! Wij hebben net ons laatste avondmaal achter de rug. Raad eens wat het was. Brood! Landi in de pandi. Wauw. Elias in zijn natuurlijke habitat. Perspectief. Ja, maar dat is klasse, man. Dat is creatieve output. Vlog, we zijn aan het spelen. A black a box. Stellen we een vraagje, bijvoorbeeld. Wie zou als eerste een... in de... Foefelen met een of andere prof of een of andere assistent om een beetje op punten te sprokkelen. En dat schrijven we op, ja, bijvoorbeeld... bijvoorbeeld... En dan doen we zo. En dan doet iedereen zo en dan is... Waarom denk jij mij? Waar, hoe kom jij daar nu bij? En dan doen we zo van niet hobby, dat is vechten en spelletjes. Hè? Ja. Argumenten over en weer gooien, weerleggingen. Al dan niet delen van ervaring. Zeg je welke prof we zouden doen en wat niet. Ook altijd leuk. Mijn proffen zijn wit haar of koud. Zijn wit haar. Zijn wit haar. Zijn wit haar. Wit haar. Ja. Sfeer. Oei, Elias ziet er dood uit. Frans! Het is 7:40. We zijn al 1:20 wakker. Het plan is om 9:30 de taxi te nemen. En dan naar... Niederwruizenbach. Te rijden voor gerief af te zetten. En dan naar het station van Kufstein. Om daar de trein te nemen. Oh. Misschien representeert de Verwaardige Staat. Wij zitten in de taxi. We gaan die skiën daar afzetten. Die skiën. En dan gaan we weer op de station. Ja, en dan weer een keer af die trein. En dan af huis en dan slapen in mijn bed. Wat spannend! Iconisch momentje. Ik wil laten zien waar we stonden bij ons. Dit is waar ik mijn knie geblesseerd heb. En waar we gelift hebben. Hier, op die kiezeltjes. Bij dit verkeersbord. Dat verkeersbord, daar waren we met ons duimpje. En van die piste heb ik dus mijn bek gebedekt, mijn knie gebroken. Als je kijkt, zoals je kan zien, zijn we op het station. En we hebben nog. Een half uur voor onze trein vertrekt. Zo, dus weer in de trein. Ja, dat denk ik niet. Het is niet eens gezien. We zijn in München en er is reet veel politie. En we vinden het best heftig, want iedereen rent. Spannend! We zijn op de trein en we hebben plaats gevonden. Ja. Dit, dat ging zo blot, dit bereiken. Alleen gedaan. Met zoveel spieren hebben wij die spieren. We zijn bij onze laatste overstap in Frankfurt luchthaven, ofwel Flughaven. Dit station heeft wat heftige herinneringen, want ik ben al eens met Kaat, een paar jaar geleden toen we 15 waren, naar Oostenrijk gegaan, met z'n tweeën alleen, op de trein. En dan in de terugreis is er heel wat misgelopen en dat was hier op dit station. Dus er komen herinneringen terug, trauma's. Maar het gaat nu al veel vlotter dan toen. Dus het komt goed. Ja. We zitten
zitten op de trein naar Brussel. Er was even een stressje, een miscommunicatie, want deze trein gaat zo meteen splitsen in twee aparte treinen die in een andere richting uitgaan. Deze gaat naar Brussel, moeten wij hebben. Deze gaat naar Amsterdam, moeten we niet zijn. En we zaten in de trein naar Amsterdam niet. Maar we zijn nog snel kunnen switchen. Het is in orde. Dan zaten we hier en hier staat baan, bonus, status. Dus er was een beetje verwarring van mogen wij nu zitten of niet, want we zijn geen bonus status mensen. Maar de conducteur is net langs geweest, heeft ons ticket gecontroleerd en goedgekeurd en geen commentaar gegeven, dus er is geen kans dat we gaan overleven. Plakt er nu een woord op mijn hoofd dat ik nog niet weet, want we zijn woorden aan het verzinnen voor elkaar om nog een keertje wie is het te spelen. Wie ben ik, bedoel ik. Niet wie is het. Moet u haar een beetje omhoog doen? Ja, dat is een bles. Spannend. Hey vlog, we zijn gewoon nog altijd op de trein. Ja. We zijn in Brussel midi. We zijn gearriveerd. Like, subscribe en abonneer. En deel. Share. Bedankt voor het kijken. En tot ziens. Nee, eigenlijk moet je zeggen tot ziens. Ah ja. Tot ziens. Tot ziens om te ziens. Tot ziens om te ziens. 40, 60, 60, 80. Prachtig tegenlicht. Goeie Nina. Achtung. Goed. Stappen boeien niet, dat is je einde. Je bent wel tegenovergesteld van al die inspirationele posten. Normaal zeggen ze, het is niet de bestemming, maar het is de reis er naartoe. En Elia zegt, tussen stappen boeien niet. Zolang het einde maar goed is. Ja. Mooi. Wauw. Zo doen we naar de vlog. Ah. Slay vlog. We love the vlog. En iedereen die ernaar kijkt. Dat is echt waar. Ik hou van jullie allemaal. Oké, ja, dat was hem. It's a wrap.